Het negende seizoen van het spraakmakende programma Merit at First Sight bevindt zich momenteel in volle gang en lijkt dit jaar meer kritiek te ontvangen dan ooit tevoren. Een van de deelnemers, Erik, die in het huwelijksavontuur stapte met Gerbe zonder elkaar vooraf te kennen, heeft besloten zijn stem te laten horen te midden van de toenemende online negativiteit. Via zijn Instagram-account doet hij een krachtige oproep aan alle kijkers, waarin hij een belangrijke boodschap wil overbrengen. Het is geen geheim dat deelnemen aan een reality slash datingprogramma vaak gepaard gaat met een golf van online negativiteit en kritiek. Dit ondervonden ook enkele deelnemers van het nieuwe seizoen van Merit at First Sight. Neem bijvoorbeeld Anneke, die overweldigd werd door haatdragende reacties toen ze besloot voortijdig een punt te zetten achter haar deelname. Zelfs haar ex Dirk, met wie de breuk allesbehalve vreedzaam verliep, voelde zich genoodzaakt om het voor haar op te nemen. Ook Malou blijft niet gespaard van online discussies, zij het op een minder positieve manier. Hoewel Erik wellicht niet zoveel kritiek te verduren krijgt als sommige mededeelnemers, blijkt ook hij zich te ergeren aan de online haat die rondwaart. Om deze reden richt hij zich tot het publiek via zijn Instagram Stories met een weloverwogen boodschap: Voor alle mensen om ons heen laten we vaker stilstaan bij wat we zeggen over elkaar of tegen elkaar, begint hij zijn betoog. Men velt snel een oordeel over iemand. Maar weet zelden waarom diegene iets doet of zegt. Met zijn woorden wil Erik de kijkers aansporen om na te denken voordat ze oordelen. Dus sta eens stil voordat we iets zeggen of schrijven over diegene. En vraag je dan eerst af: zou ik het zelf ook fijn vinden als dat gezegd wordt tegen mij? vervolgt de deelnemer. Deze indringende oproep benadrukt het belang van empathie en begrip in een wereld waar snel geoordeeld wordt op basis van uiterlijke schijn. Het is een krachtige herinnering aan het menselijk aspect achter de schermen van reality-tv en de impact van ongefundeerde online kritiek op de deelnemers.